Hoi allemaal en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie eindelijk weer eens een outfit inspiratie video. Ik maak deze niet heel vaak, maar nu is het wel heel erg leuk. Want ik ga bijna weer op vakantie. Ik heb het echt al in de laatste video's aan jullie verteld. Maar dan vind ik het altijd leuk om een video te maken waarin ik met jullie mijn outfits ga maken voor vakantie. En het is eigenlijk dus ook gelijk meteen een inspiratie video. Het worden namelijk allemaal outfits voor de lente en voor de zomer. Maar voornamelijk nog voor de lente. Vorig jaar heb ik dit ook gedaan. En toen met echt allemaal leuke zomeroutfits. Dus mocht je die nog niet gezien hebben en al leuke inspiratie wil hebben voor zomeroutfits, zou ik die zeker aanraden om even te kijken. Maar vandaag gaan we er dus weer eentje maken, maar dan dus met wat meer lente-outfits voor mijn vakantie naar Griekenland. Ik ga een weekje, dus ik heb iets van 5-6 outfits nodig en die gaan we in deze video samen lekker maken. Dus ik heb er heel veel zin in. Ik vind het altijd mega leuk. En wat ik eigenlijk ook gelijk doe als ik gewoon zelf op zoek ben naar outfit-inspiratie, is een bocht maken op Pinterest. En dat heb ik nu ook gedaan. Ik heb dus ook echt allemaal al kleren uit mijn kast gehaald. Die ga ik dadelijk op mijn bed neerleggen. En dan gaan we vanuit daar allemaal outfits maken. Ik ga ook gelijk een foto maken van dan de outfit en in mijn notities zetten. Zodat ik weet welke outfits ik allemaal bij heb. Ik heb dit vorig jaar ook gedaan, dus voor mijn zomervakantie. En ik merkte dat ik dat heel fijn vond. Vooral met het idee in mijn achterhoofd houden dat ik letterlijk alleen handbagage mee mag nemen. 8 kilo en daar moet alles in. Make-up, verzorging, skincare, weet je wel, allemaal dat soort dingen. En dan kleding, schoenen, jasjes, truien. Ik hoop echt dat het me gaat lukken. Maar daarom moet ik wel gewoon echt even goed outfits maken. Zodat ik ook zorg dat ik niet te veel meeneem. Want ik ben een overpacker. Ik neem altijd liever te veel mee dan te weinig. Dus ja, het is echt handig om even outfits te maken. En in deze video neem ik jullie gezellig mee. Dus ik hoop dat jij er zin in hebt. Heb je er zin in, doe dan zeker even je duimpje omhoog. En dan gaan we nu snel beginnen. Oké, ik zie er een beetje anders uit, maar het is gewoon precies dezelfde dag. Ik heb alleen net een afspraak gehad bij de schoonheidsspecialisten. Dus vandaar dat mijn gezicht een beetje rood is hier en hier. Want ik heb mijn wenkbrauwen en mijn bovenlip laten harsen en epileren. Dus dat is altijd een beetje gevoelig. En ik heb deze trui aangetrokken omdat ik het koud had. Dus dat. Dit zijn al de kleren die ik uit de kast heb gehaald. Die me wel leuk leken om mee te nemen en waar ik gewoon leuke outfitjes mee kan maken. Dus ik ga hier nu echt outfits mee maken. Ik denk misschien dat ik even nog een keer door mijn kledingkast ga om te kijken of er nog meer items zijn. Want ik ben bang dat ik alles iets vergeet. Dus dat gaan we even snel doen. Oké, dit zijn alle kleren en ja, dit past natuurlijk allemaal nooit in mijn koffer, dus dit ga ik ook sowieso nooit allemaal meenemen. Maar het zijn wel hele leuke items, dus ik ga nu even outfits maken. Ik ga ook niet alle outfits die ik nu ga maken meenemen hoor, maar deze video moet je gewoon echt zien als inspiratie. Trouwens jongens, kijk even het weer. Wij zijn al van maandag tot maandag en het wordt gewoon 25, 23, 26 graden, dus dat is echt heerlijk weer. Oké, ik zie dit nu en ik weet gewoon niet eens waar ik moet gaan beginnen. Maar ik ga gewoon even eerst alles aan de kant doen. En ik ga gewoon als allereerst even de broeken eruit halen. Want daar baseer ik meestal eigenlijk de outfit op. Dus ik heb hier een broek. Dit zijn allemaal topjes. Nou, ik heb ook wat korte broeken. Maar ik heb geen idee of ik dat überhaupt wel ga dragen. Ik denk, ja, ik weet niet eens of ik er wel eentje meeneem. Dit is een hele leuke broek. Ook zoveel met kaarsje, jongens. Ik heb zoveel gekocht. Oh, ik schaam me er gewoon weer voor. Dit is ook nog een broekje. Ik heb hier ook wat accessoires, maar die kunnen ook nog even weg. En twee jasjes. Maar dit zijn verder de broeken die ik heb. Zoals je kan zien ook best wel veel. De broek die ik sowieso mee ga nemen, daar ga ik nu gewoon als allereerste even een outfitje mee maken. Want deze vind ik echt geweldig. Dat is deze broek die ik nieuw heb van Monica Heuze met Shubi. Echt zo'n leuke broek. Ik ben hier helemaal verliefd op. Met een mooie groene kleur. En hij heeft dus van die strepen hier zo aan de zijkant. Super mooi. En dit is eigenlijk heel simpel te combineren met gewoon iets van een witte top of zo. Dan vind ik het eigenlijk echt al een hele leuke outfit. Dus bijvoorbeeld met dit topje van de Zara. Dat is gewoon zo'n basic halter topje. Dus die past daar bijvoorbeeld heel leuk bij. Ja, ik heb veel meer. Ik heb bijvoorbeeld ook zo'n topje. Die is wel iets kropter, omdat die natuurlijk hier van die bandjes heeft en zo. Dus die is wat korter en iets bloter, zeg maar. Maar die kan ook. Dus ik zou deze broek gewoon combineren, denk ik, met zo'n wit topje. Ik denk dat ik dit leuk vind. Dus ik ga hier even een foto van maken. Ik vind dit eigenlijk ook al heel leuk hierbij staan. En dan bijvoorbeeld zo'n combinatie met die tas. Die pet. En die zonnebril, jongens. Dit is gewoon zo'n gave outfit. Holy moly.
Dan door. Ik heb een hele gave broek ook weer gekocht bij de Zara. Maar ik heb dus echt heel weinig broeken. Ik had eigenlijk alleen 2 spijkerbroeken. Maar deze is ook echt perfect voor mee naar zo'n land als Griekenland. Waarin het gewoon wat warmer is. Maar nog niet per se echt korte broeken weer. Ik draag ook liever zo'n broeken dan een korte broek. Dus ik denk misschien dat ik niet eens een korte broek meeneem. En dat ik het gewoon lekker laat bij zo'n broeken. Want dat vind ik zoveel chiller zitten. Maar dit is zo'n mooie bruine broek. Lekker ook een apart stofje is het wel. Het is geen linnen of zo. Maar het is wel een heel mooi stofje. En wat past hier dan weer bij? Eigenlijk datzelfde topje wat ik net had past hier ook bij. Oh ja, deze past hier ook heel mooi bij. Wel weer een witte top hoor. Maar die is wat langer. Komt ook van de Zara. Kijk. Oké, ik heb even alle topjes gepakt. Want ik had net ook een idee om deze grijze top te doen bij die groene broek. Oké, ik ga het heel even kijken hoor. Of dat überhaupt wel mooi is. Is dit leuk? Ik denk dat ik dit ook wel leuk vind. Grijs met groen. Ik ga hier ook even een fotootje van maken. Ja, nou, ik heb in ieder geval genoeg outfits die bij deze broek passen. Bij deze broek past in principe ook wel dat shirtje, vind ik. Wat heb ik nog meer? Wat is dit? Oh ja, dit is gewoon een shirt, maar die vind ik minder. Dan heb ik een t-shirt, die wil ik niet. Ik heb ook een hele mooie body van de Zara. Die is zeg maar zwart. Ik weet niet of ik zwart leuk vind bij deze broek. Dat vind ik ook leuk, denk ik. Nou, dit match niet leuk. Dit niet. Dit niet. Eigenlijk moet ik de outfits dadelijk ook even allemaal nog aandoen. Zodat ik het zeker weet of het leuk is, ja of nee. Oké, wauw. Ik ben er dus zo niet bij op het moment met mijn hoofd. Ik weet ook niet waarom. Maar ik heb nog een keer deze broek. Met deze top. Daar had ik hem net mee gecombineerd. En dat was heel leuk. Dus dit wordt hem. Dit vind ik ook leuker als dat andere shirt van net. Dan heb ik natuurlijk ook de airport outfit. Want we gaan met het vliegtuig. En ik wilde gewoon echt gaan voor een lekkere chille outfit. Dus gewoon lekker zo'n broek. Dus dit is zo'n wijd uitlopende broek. Eigenlijk gewoon een soort straight fit wide leg broek of zo. Van de Zara ook weer. Ook nieuw gekocht, zoals je kan zien. Maar ik had echt geen één van zo'n broeken. Ik had alleen maar zeg maar van dit soort broeken. En die vind ik gewoon niet echt heel erg mooi. En deze heeft ook hier een splitje. Dus die kan zeg maar zo open. Maar wat is hier leuk bij? Ik zat zelf te denken aan een shirt. Een oversized shirt. En dan heb ik ook deze laatst gekocht bij de Zara. En die leek me wel leuk. Maar welke jas doe ik hierbij? Dat is een beetje het ding. Want ik wil eigenlijk, ik denk mijn denim bomber meenemen. Maar is dit leuk hierbij? Ik zeg wel, ik moet het gewoon even echt allemaal een keer passen. Want ik weet het niet zo goed. Maar dit is wel hoe ik het een beetje in mijn hoofd had. Want ik denk gewoon dat een bomberjas het makkelijkst te combineren is met alle outfits. Dus ik denk dat dit hem wordt. En deze is ook lekker wat dikker. Dus ook lekker warm voor in het vliegtuig. Maar ik ga het dus passen. Want ik heb geen idee of ik het echt leuk vind als ik het aan heb. Nou, dan had ik het idee om sowieso een spijkerbroek mee te nemen. Nou heb ik dezelfde, maar dan in een andere kleur. Dus ik heb zeg maar een grijze. En ik heb een denim kleurige. Ze komen allebei van de H&M. En het zijn wide leg broeken. Echt mijn lievelingsbroeken. Ik draag ze allebei echt iedere week weer. En hier past eigenlijk ook alles op. Want het zijn gewoon echt van die basic broeken. Maar ik mag er van mezelf maar eentje meenemen. Dus ik ben nog een beetje aan het twijfelen welke van de twee ik mee ga nemen. Ik denk dat ik neig naar de denim. Omdat die toch net misschien wat makkelijker is. Maar misschien ook wel weer een beetje basic. Maar ik weet het niet. Nou, ik had hier ook nog een shirtje. Maar die vind ik niet zo leuk. Die is, denk ik, ook gewoon iets te, ik heb die al best vaak aan. Dus ik ga die denk ik niet eens meenemen. Oh ja, ik had dit topje. Die wilde ik meenemen. Die had ik echt in gedachten op een van deze twee broeken. Maar als ik het zo zie, is de blauwe denk ik wel leuker. Het is gewoon ook zo'n basic topje van de H&M. Of van de Zara bedoel ik, sorry. Maar die is gewoon zo leuk, dat kleurtje. Ja, dan heb ik dus ook nog echt hier een heel basic shirtje. Misschien is die ook wel leuk bij die broek. Ik zit me iets te bedenken. Misschien is dit wel leuker. Omdat deze net meer de kleur heeft van die broek. Dus dit is misschien ook wel een leuk ideetje voor de airport outfit. Ja, ik zei ook al, ik heb een tube top. Maar ik weet ook weer niet of het echt weer is voor een tube top. Nou, die vind ik ook wel leuker, denk ik, op de denim. Oh ja, ik had een hele leuke outfit, jongens, op de denim. Op een van deze twee broeken. Namelijk dit blouseje van de Zara. Ik ga hem heel even strikken. Dat is dit blouseje. Hij is dus wel wat open. Maar ik doe hieronder dus nog een topje. Maar hij heeft dus hele mooie mouwtjes.
Die zien er zo uit. Kijk, hier ook hele leuke strikjes en zo. Super leuk. En daarbij doe ik dan, of daaronder doe ik eigenlijk dit topje. Daarvoor had ik deze. En dan is het echt een hele leuke outfit. Dus die had ik met, ja, één van deze twee broeken. Maar ik denk dus voor die. Ik heb ook dit topje laatst gekocht. Oh, ik vind dat altijd zo erg dat ik zoveel koop voordat ik op vakantie ga. Maar ik doe het gewoon ieder jaar weer. Deze, die vind ik ook leuk. Vooral gewoon echt door de kleur. Nou, deze heb ik ook erbij gelegd. Omdat ik dit echt een heel leuk, schattig topje vind. Ik heb ook dit shirtje erbij gelegd. Echt een van mijn lievelingsshirtjes van de Zara. Ook leuk met deze broek, vind ik. Nou, ik had ook deze erbij gelegd. Maar dit vind ik gewoon echt een zomerding. Dus die ga ik nu niet meenemen. Hetzelfde geldt voor deze. Ook een soort tube topje. Oh, deze. Dan had ik deze in het groen. Vond ik ook leuk. Maar als ik hem ook al in het blauw en in het wit meeneem, laat ik deze gewoon nog lekker thuis. Dan had ik hier een heel mooi zwart topje. Ik wil alleen eigenlijk geen zwart meenemen. Omdat ik zwart zo donker vind altijd. Maar die is wel mooi. En chic. Maar ik denk dat ik die ook wel thuis laat. Het enige wat ik wel heel leuk vond bij zo'n broek, wat ik ook op Pinterest heel veel zag, is dan zo'n spijkerbroek met een body. En dan met een leuk tasje en een petje. Dat vond ik een hele leuke outfit. Dus misschien dat ik die body dan wel meeneem. En dit zijn echt mijn twee favoriete topjes. Dit zijn allebei tube topjes. Die heb ik vorig jaar zoveel gedragen. Super mooi. En ook in het bruin. Maar of ik die mee ga nemen is ook nog maar de vraag. Want ik moet wel even een goede outfit hierbij bedenken. En ik weet niet. Het is misschien wel meer een zomeritem. En verder had ik dus nog drie shortjes. Deze van de Zara. Deze van de Stradivarius. Maar dit is echt een zomerbroekje. Dus die laat ik thuis. Deze is nog wel iets netter. Van de Zara ook. Dus als ik er eentje meeneem, dan is het een van deze. En daarbij komt dan gewoon echt een heel basic item. Bijvoorbeeld gewoon hier deze. Dit blauwe shirtje of zo. Die kan ook weer hier op. En ik had ook nog een trui. Die ik heel leuk vond misschien. Maar ik weet niet of dit weer te warm is. Want ja, het is daar dus wel 25 graden. En dan draag je dit niet. Dus ik denk dat ik deze ook thuis laat. Die komt van Lovies trouwens. Maar jongens, welke broek? Dat is dan nu weer de vraag. Ik vind dat weer zo lastig. Want ik heb dan drie broeken bij. Dat is echt wel meer als genoeg. Want ik draag sowieso broeken twee keer. Eén van de twee gaat mee. Maar welke? Oké, ik heb weer een outfit gemaakt. Ik ga ervoor kiezen om de blauwe broek mee te nemen. Maar ik denk dat alle outfits ook gewoon leuk zijn met de grijze broek. Maar de blauwe is toch net wat toegankelijker en zou ik eerder dragen. En die zit ook wel wat lekkerder. Maar ik heb dus deze blouse erbij gedaan van de Zara. Heel leuk. Ik denk vooral voor die dag dat het gewoon 23 graden wordt of zo. Dan is dit een perfect outfit. Je hoeft ook geen jasje bij. Maar dan heb je toch lange mouwen. Maar toch ook een beetje wat kropter en luchtiger. En dan gewoon lekker een spijkerbroek. Dus ik denk dat dit een hele leuke en goede outfit is. Dan heb ik deze outfit. Die is gewoon wat simpeler. Gewoon met deze broek en dan met zo'n topje. Maar ik vind de kleur van dit topje gewoon heel erg leuk. En deze kan ook gewoon makkelijk zonder jas. Als het ook gewoon wat warmer is. Dus dit is ook een hele leuke, maar toch simpele everyday outfit. Deze body vind ik ook heel erg leuk bij deze broek. En dan vooral om het wat stoeler te maken met bijvoorbeeld zo'n petje. Een zwarte tas. Maar wat ook heel leuk is bij deze outfit is om bijvoorbeeld een gekleurd tasje erbij te doen. Kijk, zo. Ik denk dat dit ook echt heel leuk is. En de outfit ook wat meer opfleurt. Ik moet zeggen dat ik deze twee topjes ook heel leuk vind erbij. Maar ik heb in het begin die outfits ook allemaal al met een wit topje. En dan vind ik het anders wel iets te veel wit worden. Dus ik vind het ook leuk om dan wat kleur te dragen. Dus die ga ik denk ik ook niet meenemen. Omdat ik ook al een soort wit blouseje mee heb en dan lijkt dit wel een beetje daarop. Dus deze laat ik denk ik ook thuis. Maar het is wel een heel leuk outfit ideetje. En dan heb ik dus ook deze top. Die vind ik ook wel heel erg leuk hierbij. Dan ook met een leuk tasje of zo. En gewoon een leuk kleurtje. Dus die is ook heel leuk bij deze broek. Ik ga nu alle outfits ook nog even een keer passen. Je moet echt niet letten op mijn gezicht en mijn haren. Maar dit is de allereerste outfit. Dus die zal ik even laten zien. En daarna ga ik dus de rest ook allemaal even passen. Dit is dus de allereerste outfit met deze geweldige broek. Kijk even hoe leuk die zit. Ik ben helemaal verliefd op deze broek. En dan met dit topje. Die is gewoon lekker basic en die past ook altijd nog bij die andere items. Dus dit is gewoon echt een basic en handig item om mee te nemen. Ik heb dit grijze topje ook nog even aangetrokken. Omdat me dit ook heel erg leuk leek. Hij is wel zeg maar wat langer eigenlijk. Maar je kunt hem een beetje omslaan vanuit de binnenkant. En dan wordt hij dus wat korter. Vind ik ook wel leuk bij deze outfit. Maar ik denk dat die andere leuker vindt. Maar op zich vind ik het wel leuk. Vooral als je dan ook nog zo van die kettingjes hangt. Is het op zich wel cute.
Ik ben obsessed met de volgende outfit. Deze vind ik ook zo leuk. Als allereerst hebben we hier weer een heel leuk wit basic topje. Maar deze zit zo mooi. Het stofje is echt super mooi. En het is dus ook een soort dubbel gevoerd topje. Dus je hoeft in principe niet eens bij wijze van spreken een BH aan. Zo zit hij van de achterkant. En die heb ik dan gecombineerd met deze broek. En dit is heel leuk. Ik zet de camera even wat meer naar onder. Zodat jullie een beetje de broek goed kunnen zien. Dit is toch cute. Ik vind het leuk. Kijk. Ja, deze gaat sowieso mee. En dit is dan de outfit met de blouse. Ik moet zeggen, nu ik hem aan heb, twijfel ik hier een beetje over. Het is op zich wel een leuke outfit. Maar ik weet niet of ik de broek zo leuk vind hierbij. Misschien is een van die andere broeken ook wel leuk hierbij. Maar ik vind de blouse wel heel leuk. Echt lekker zomers en ook gewoon mooi, luchtig. Dus toch wel een leuke outfit, maar of ik hem mee ga nemen op vakantie, dat weet ik nog niet. Ja, en deze top vind ik qua kleur gewoon echt super mooi. Ik hou echt van deze blauwe kleur. En dit topje qua model zit ook heel erg lekker. En ja, op zo'n broek is het altijd goed. Oeh, ik heb deze nu aan. En ik vind deze misschien eigenlijk leuker zelfs dan het topje wat we net hadden. Ik weet niet waarom, maar ik vind dit bovenste detail gewoon heel leuk. En dus weer met deze broek. Dus I like it. Ik vind het echt leuk. En dan ook weer met deze tas. Want ik kan natuurlijk niet heel veel tassen meenemen. Maar zo is het toch leuk. Ja, I love it. Heel leuk. Oké, ik heb de vliegtuig outfit aan. Alleen vind ik dit shirt niet zo leuk. Want het is wel echt een andere kleur dan deze broek. En dat vind ik dan niet helemaal lekker matchen. Dus ik denk dat een wit shirt leuker is. En ik denk dat dit op zich wel kan. Toch? Ik weet het nog niet. Ik twijfel nog een beetje over deze outfit. Maar dit vind ik heel vervelend. Dat dat net niet helemaal matcht of zo. Dus ik ga even dat witte shirt proberen. Oké, ik heb het shirt aan. Alleen deze vind ik nu weer iets te oversized. Met ook zeg maar de broek. Dan wordt het echt zo'n pyjama party. En daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dat vind ik gewoon niet zo mooi. Dus misschien moet ik toch wel een andere broek aan. Misschien moet ik toch dan een jeans aan of zo. Nee, ik vind dit niet mooi. Nee, oké. De vliegtuig outfit weet ik echt nog niet. Dat vind ik echt een lastige. Misschien doe ik dan wel gewoon een spijkerbroek aan. Ik weet het nog niet. Want dit vind ik ook niet zo heel leuk. Of ik moet gewoon een ander topje aandoen of zo. Of een andere jas. Dat kan ook. Ik weet het nog niet. En dit waren dan alle outfits die ik in deze video heb gemaakt. Ik hoop dat jij deze video leuk vond. Ik ben ook mega benieuwd wat jouw favoriete outfit was van deze video. Ik kan namelijk niet kiezen. Ik heb echt hele leuke outfits gemaakt. Dus jullie zullen deze outfits vast voorbij zien komen op Instagram. Want ik ga natuurlijk allemaal leuke foto's maken van mijn vakantie. Dus volg me daar zeker op. En natuurlijk komen er ook heel veel video's nog op YouTube. Als in een kofferinpak video, een vakantievlog, vakantievoorbereidingen video. Dus ja, er komen gewoon super veel leuke video's aan. Dus vergeet je niet te abonneren, mocht je dat nog niet hebben gedaan. Dat waardeer ik namelijk mega erg. En zo blijf jij ook op de hoogte van al die video's en al mijn andere video's. Dus doe dat zeker. En dan zie ik jou hopelijk weer in een van mijn volgende video's. Doei!